daar gaan we, jongen. Onze laatste match tegen Ryan, de sterkste gymleader in Pokémon Sword and Shield. Met freaking Dragon-type Pokémon, jongens. Yo, Nintendo fans en yo, Rickachu Army. Welkom bij weer een nieuwe video. Wil je ook bij de Rickachu Army? Druk even op die abonneerknop hier beneden. Is gewoon gratis. Gewoon even doen. En dan ga ik snel verder met Pokémon. Want we zijn lekker bezig met Pokémon Sword and Shield. En er was er één grote oerknal blijkbaar. Die kwam uit deze tunnel. In de vorige aflevering hebben we Pierce gebattled. Hebben we de 7e badge gehaald. En de vraag van de dag is vandaag dan ook: wie vind je eigenlijk toffer? Marnie? Of Pierce? Ik vind ze eigenlijk allebei wel cool, maar ik heb vanaf het begin best wel een zwak voor Marnie. Ik weet niet, op een of andere manier is zij wel gewoon straight tegen mensen, weet je wel. Ja, ik voel die vibe wel van Marnie, dus ja. En eigenlijk heeft Pierce wel een beetje zo'nzelfde vibe. Ik vind ze allebei wel tof, eigenlijk. Maar Marnie vind ik wel toffer dan Pierce nog, denk ik. Ondertussen doen we even een battletje voor de XP. Toxtricity is al gelijk down, kabliggy blam, lekker man. Orbeedle is sinds de vorige aflevering weer terug in ons team. Superleuke Pokémon, die is in plaats van, hoe heet die ook alweer? Die Persecutor, de evolutie van Galarian Meowth. Want jullie wilden zo graag Orbeedle weer terug. En weet je, ik luister gewoon naar jullie, hè. Doe ik gewoon. Zo aardig ben ik gewoon. Ik luister gewoon naar de Rickachu Army. Jullie willen die Pokémon heel graag terug. Weet je wat, dan doe ik gewoon die Pokémon terug in mijn team. Ondertussen hebben we Maractus verslagen. En gaat ook Toxtricity en Orbeedle allebei een leveltje omhoog. Dat is lekker. Orbeedle is alweer level 42. Dus dat gaat ook best wel hard. Ondertussen kunnen we ook Boom Burst leren. Helemaal prima. Laten we dat doen in plaats van Nuzzle. Ik had Nuzzle nog steeds omdat dat best wel een handige move is. Omdat hij altijd mijn tegenstander paralyzed. Maar weet je, Boom Burst is wel echt super sterk. Dus die willen we wel even leren. Ligt hier verder nog wat? Ja, het is wel een berry tree. Zijn we allemaal berries in dit boompie? Kunnen we even wat berries fixen misschien? Hoop ik. We hebben nu drie berries. Kunnen we... Ah, nee, we moeten nu al battelen. Tegen deze mega hamster eekhoorn genaamd Greedon. Dit is dus de evolutie van die hamsterachtige eekhoorn. Ik vind hem wel tof. Hij is toch wel dikker geworden. Leuke Pokémon, maar we kunnen hem gewoon makkelijk verslaan. Ah, daar gaan al mijn berries. Ik heb maar 2 berries nu. Slaat helemaal nergens op. Oké, weet je wat? We gaan Leon gewoon even helpen. Leon, onze kampioen van Galar, zei namelijk dat hij het allemaal wel even ging fixen hier zo. Dus laten we even kijken wat Leon aan het doen is. Leon, what's with that all crazy shaking? Why is there a wild Dynamax Pokémon here? Oh, lopen ze nu gewoon in het wild? Yo, Hop, wat is er gaande? Dit is gestoord. Weet je wat ik bedoel? Vraagt Hop. Ik weet niet wat ik bedoel, wat je bedoelt. Wat was dat voor geluid? Het was een enorme explosie, zegt Hop. Er was een groot rode licht. En toen gingen allemaal Pokémon in het wild gewoon Dynamaxen. Wat? Wilde Pokémon die Dynamaxen? Serieus? Zo te zien heeft Leon het wel gefixt. Heeft die Dynamax Persecutor gewoon even genakt. Lekker bezig, Leon. Ah, Leon is dus wel echt een goede trainer. Hij en zijn Charizard hebben even gewoon die Dynamax Pokémon gefixt. Op zich, ik wist dat Lee sterk was, maar dat hij zo sterk was? We moeten hem gaan ontmoeten bij Hammerlock Stadium. En laat het nou precies de plek zijn waar we de 8e gym badge moeten gaan halen. Hammerlock Stadium, here I come. Oh, maar eerst moet ik even battelen met deze guy. Met zijn mooie hoedje en ringbaardje. Kaden gooit een Duo Blade. Oké. Dat zou een probleempje kunnen worden voor Orbeedle. Colossal, wil jij dit even fixen? Come on. Heat Crash op zijn bakkeroni. Hoppakee. Bye-bye, Duo Blade. Surfers gaan naar level 47. Het levelen gaat goed de laatste tijd. Nu moeten we tegen Poltergeist. Wat is een Poltergeist? Het zou sowieso denk ik wel een Spooky zijn. Oh, dat is de evolutie van de theekopje. Ah, die is best wel cool, man. Oh, die vind ik best wel leuk als ik eerlijk ben. Het is een super klein Spooky die in een theepot zit. Ah, I like it. Ik vind het vet. Ik vind het echt tof. Come on, Dark Pulse. Ja, is wel super effectief natuurlijk op Poltergeist. Dit is echt een leuke, man. Oeh, die zou ik best wel in mijn team willen hebben. Rillaboom gaat een leveltje omhoog. Krijgen we te maken met Passimian. Dat is een fighting type natuurlijk. En daar ga ik even een Draining Kiss op gooien. Hij gaat even bulken. Doe ik even Draining Kissie. Is dat super effectief? Dat is super effectief. Nice. Hij doet Double Edge. Oh, basically ga je nu gewoon suiciden. Lekker bezig, Passimian. Jongen. Die trainer heeft gewoon al opgegeven. Die dacht van, oh ja, weet je wat, laat me zitten, joh. Doe maar Double Edge. Dat is mijn laatste Pokémon. Dan zijn we er vanaf, joh, met z'n allen. Dat kan toch niet? Je laatste Pokémon gewoon even laten Double Edgen. Terwijl je nog zo weinig HP hebt. Let's go to Hammerlock. En dan gaan we eens even kijken of Hop en Leon hier ook zijn. En of Ryan hier natuurlijk is. Want dan kunnen we onze final badge gaan halen. Onze 8e badge. Oh, wat ligt hier? Een Dire Hut. Altijd alles oppakken. Weet je, het is allemaal gratis, weet je wel. Dus je moet gewoon die gratis dingen gewoon pakken. Hop zegt, over hier. Yo, Hoppie.
En Sonja is erbij die zegt, als het Rikachu niet is. Ik had niks anders verwacht van jou en je Charizard, Leon, zegt Sonja. Je hebt die Dynamax Pokémon in no time neergehaald. En Leon zegt, ja, weet je, ik ben de onverslaanbare kampioen. Dus ja, Maar oké, wat is hier allemaal gaande? Sonja zegt, er was zo'n felrood licht. Pokémon Dynamaxte zonder een powerspot. En Op zegt, ja, maar hoe en waarom? Sonja zegt, ja, ik weet niet. Wat gebeurt er? Want het rode licht kan altijd weer tevoorschijn komen en dan weten we niet wat er gebeurt. Hallo, daar is de oma weer. De oma van Sonja, Magnolia, die zegt, de chairman heeft me geroepen. Hij wilde alles weten over de relatie van het rode licht en het Dynamax-fenomeen. Leon vraagt, wist de chairman dan iets? Nou, Magnolia zegt, nee, niet echt iets wat me tijd waard was. Hij laat alles over aan dat ene mevrouwtje. Oh ja, hoe heet zij? Oliana, volgens mij? Maar er is nog niet genoeg data. En daarom wil Magnolia vragen aan Sonja of zij erin wil duiken, omdat Sonja het meeste weet over de Darkest Day. Sonja zegt, wat, de Darkest Day? En het rode licht zijn geconnect. Ze hebben met elkaar te maken. En Op vraagt, ja, kunnen wij eigenlijk wat doen om te helpen? Ja, ik heb geen idee. Dit is allemaal praat van volwassenen, joh. Weet ik veel. En Leon zegt, ja, ik waardeer de gedachte, maar eigenlijk, ik wil gewoon dat jullie mij gaan battelen. Gaan jullie maar lekker battelen? Dan is de toekomst van Galar tenminste ook, zeker als we nog meer sterke trainers hebben. Dus we moeten doorgaan en winnen. En Op zegt, ja, dat ga ik doen. Sonja zegt, er is iets waar ik naar wil gaan zoeken, wat ik uit wil zoeken. Wil je me helpen? En Magnolia zegt, ja, natuurlijk wil ik je helpen. Oké. Doei. En Leon zegt, ja, dit is alles wat we moeten doen. Ga maar lekker battelen voor de Champions Cup. Oké, let's go. Laten we naar Ryan gaan, jongens. Ik wil die volgende badge gaan pakken hier in Hammerlock. Hey, this is the final gym. Yo, de laatste gym, de 8e badge. Let's go, let's do this. Oké, ik verwacht wel dat dit een moeilijke gym gaat worden, jongens. Dit is namelijk de Dragon-type gym. Ben je klaar voor de Hammerlock gym en Ryan? Ja, ik denk het wel. Althans, ik hoop het wel. Ze zijn niet in het stadion, ze zijn in de vault. Oké. Nou, dan gaan we even naar de val toe. Yo, Ryan. Ryan zegt, hoeveel gym challenges zijn er nog over? Niet eens 10, hè? Oké, Rick. Ik ga de Great Ryan's gym missie uitleggen. De regels zijn simpel. We moeten 3 gym trainers verslaan. Die hij persoonlijk heeft getraind in double battles. Oké. En zo op die manier kunnen we onze battle skills en combinaties goed laten zien aan Ryan. Ryan gaat even uit de spotlight en Sebastian komt erin. We gaan double battles doen. Oké, dit wordt spannend. Want daar heb ik even niet op gerekend, jongen. Ik heb wel even Grimmsnarl op de eerste plek gezet, omdat hij kan afrekenen met de Dragon-type Pokémon. Als er Dragon-type Pokémon gegooid worden, het zijn Palipper en Sliggoo. Oké, die Sliggoo, die is in ieder geval voor Grimmsnarl. Alright, de training kiss is voor Sliggoo. Wat kunnen we doen op die andere droepie? Of gaan we gewoon eerst Sliggoo kapot maken? Laat ik me maar eerst gewoon focussen op Sliggoo. Ik doe knock-off. Oh, dat ging best goed. Een critical hit op Sliggoo, dat was nice. Nou, dan is Sliggoo gelijk down, want die krijgt er gelijk een draining kiss overheen van Grimmsnarl. Dus dat is nice. Die is alvast weg. Maar ja, dan hebben we nog die Palipper met zijn grote bakkes, jongen. Ik weet niet hoe groot die bakkes is van Palipper. Orbeedle gaat de level omhoog en Grimmsnarl, de eerste Pokémon die level 50 is in mijn team, jongens. Nice, onze troll is gewoon als eerste. Airslash van Palipper. Dat gaat pijn doen. Ja, dat gaat pijn doen. Ik ben benieuwd of we Palipper kunnen slopen met z'n tweetjes. Ja, dit doet niet super veel fijn. Draining Kiss van Grimmsnarl gaat Palipper denk ik ook niet stuk maken. Die overleeft dit wel. Ja. Nou hoop ik dat hij niet weer Airslash doet op Surf. Ja, Surfetch is weer down. Jongens, hoe kan dit nou? Hoe kan mijn Surfetch nou steeds down gaan? Dit is een super goede Pokémon. Waarom moet iedereen elke keer Surfetch hebben? Het is tijd voor Orbeedle. Raaah, eindbaas. Bam, Psychic op zijn bakkes bij Palipper. Die gaat het sowieso niet overleven. Dag Palipper, dikke doei doei. Mazzel. Dat was Sebastian. Maar ja, hij heeft wel een van mijn Pokémon genakt, jongens. Potverdorie, Sebastian. Zijn er nog 2 te gaan? Dat is zo te zien een tweeling. Die lijken wel heel erg op elkaar. Dit is Camilla. Oh, ik kan gewoon healen. Oh, wacht even. Ik kan gewoon mijn Surfetch even reviven. Hoppakee. Dan ga ik weer met Surfetch en Grimmsnarl dit proberen te fixen. Jou, Camilla. Ninetales en Turtonator. Oké, 2 Fire-type Pokémon. Daar hebben wij dus niet zulke hele goede counters voor, behalve Colossal. Laat ik maar eerst even focussen op die Ninetales dan. Okay, Turtonator doet een soort van defense move. Shell Trap doet hij. Will-O-Wisp doet Ninetales. Ze zijn allebei sneller dan ik. Oké. Grimmsnarl is nu geburnt. Maar wij vallen gewoon allebei even Ninetales aan. Oké. Critical hitje. Kijk, dit bedoel ik dus. Surfetch is echt wel een goede Pokémon, jongens. Die sloopt gewoon in één klap een freaking Ninetales.
Dat is echt baas. Dan doen we Dark Pulse op Turdenader. Dat doet best veel pijn. Maar we zijn natuurlijk geburned. Maar dit lijkt wel iets makkelijk te gaan. Ik doe een Brick Breaky op Turdenader. Oh, en dan is het gewoon al klaar. Lekker, man. Dit ging lekker snel. Zo zie ik graag mijn battles, jongens. Camille zegt fantastisch. Die 7 badges heb je wel verdiend. Heb je goed verdiend. Nou, dan de andere kant van de tweeling. Dat is Arya. Oh, doe me gelijk denken aan Game of Thrones, Arya. Arya is een baas in Game of Thrones. Heb ik nog een burn heal? Ja, ik heb gelukkig nog een burn heal. Oké, Arya, let's go. Volgende duo battle. Abomasnow en Hakamo. Heb ik denk ook net niet de goede counters voor nu op dit moment. Maar oké, dit moet wel te doen zijn, denk ik. We gaan gewoon voor Draining Kiss op Hakamo. En dan doe ik ook gewoon Brick Break op Hakamo. Oh, wauw. Weer die critical hit van Surfedge. Helemaal gek. Die sloopt die Pokémon achter elkaar. Holy crap. Hij groeit ook naar level 48. Lekker, man. Nou, dan is de Draining Kiss voor Abomasnow. Dat doet ongeveer 1/3 damage. Grimmsnarl is weer vol. En Abomasnow doet Aurora Veil. Dat is denk ik een soort van bescherming. En ja, ondertussen worden wij genakt door hagel. Dit gaat wel goed komen. Ik denk misschien al met deze Brick Break van Surfedge. Hoppakeetje. Daar gaat hij. Abomasnow is ook weg. En ze hebben ook Arya verslagen. Het ging vrij goed, deze duo battles. Nice. Well done. Ik voel me vereerd dat ik heb mogen battelen tegen zo'n getalenteerde trainer. Dankjewel, Arya. En Ryan, nu gaan wij, jongen. Nu moeten we naar de gym stadium. En dan moeten we onze 8e badge gaan proberen te halen. Oh, daar gaan we, jongen. Onze laatste badge tegen Ryan, de sterkste gymleader in Pokémon Sword and Shield. Met freaking Dragon-type Pokémon, jongens. Dragon-type Pokémon. Eén van de sterkste type Pokémon die er is in de games. En Ryan zegt eindelijk een uitdager die het gehaald heeft. Ik was zo aan het wachten om tegen iemand te battelen. En ik moest toegeven, ik dacht inderdaad dat jij het zou zijn. Ik had ook niks anders verwacht van iemand waar Leon in zag dat hij goed ging worden. En jij wil natuurlijk Leon verslaan. Maar ja, dan moet ik eerst Ryan zien te verslaan. Als de grootste rivaal van Leon zal ik, Ryan, jou laten zien wat het is. Om een goede Pokémon trainer te zijn. Jongens, we gaan waarschijnlijk weer duo battles doen tegen Ryan. Dat vind ik best wel vet. Dat is uniek volgens mij in de wereld van Pokémon. Let's go, Ryan. We gaan het doen. Gigalith en Flygon. Daar zijn ze. Ik ga denk eerst voor Flygon. Oh nee, Sandstream. Let the winds blow. Stream forward. Sandstorm. Let's go. We gaan eerst voor Flygon. Die doet gelijk... Oh, die doet gelijk even een lekker aanvalletje. Maar die mist Grimmsnarl. Dus dat is lekker. Surfedge doet knock-off. Dus ongeveer de helft van Flygon kapot. En dan nu een Draining Kiss eroverheen van Grimmsnarl. En dan is Flygon denk ik wel weg. Yes, oké, dat is 1. Later Flygon. Toxtricity, Orbeedle en Grimmsnarl. Alle 3 een level omhoog. Heerlijk dit. Orbeedle wil Calm Mind leren, dat gaan we niet doen. En Gigalith doet Stealth Rock. Dus iedere Pokémon die ik nu erin ga gooien, die krijgt gelijk wat damage. En dan worden we ook nog even geraakt door Sandstorm. Ja, oké, dit is irritant. We hebben nu te maken met Sandaconda. Maar dan ga ik eerst even proberen om die Gigalith te slopen. Sandaconda doet Protect. Oké, lekker dan. Dan hebben we in ieder geval de goede keuze gemaakt door Gigalith aan te gaan vallen. We doen de helft ongeveer damage met onze Brick Break. Ik denk niet dat we hem gaan slopen hoor, met Draining Kiss. Dat gaan we niet halen. Nee, Gigalith overleeft deze beurt. Nice, die overleeft gewoon even 2 aanvallen. Dat doe je goed. Hij doet nu een Body Press. Ik weet niet wat dat voor move is, maar het ziet er pijnlijk uit. Oké, valt mee. Ondertussen nog wat damage door de Zandstorm. Dan ga ik Draining Kiss doen op Sandaconda. En Brick Break op Gigalith. Oeh, Sandaconda Earth Power. Oké, we overleven het met Surfedge. Nice. Brick Break op Gigalith. Nice. Die is down. En dan een Draining Kiss op Sandaconda. Hopelijk gaan we weer wat HP daarmee pakken. Ja, dit gaat redelijk. Heb ik wel weer aardig wat HP terug. Dat is chill. En dan komt er nu een Durellodon. Oh, snap. Oké. Dat moet dan wel een draaktype zijn. Dan is het nu tijd om te gaan Dynamaxen, jongens. Max Starfall gaan we doen op Durellodon. Dan ga ik ondertussen proberen die Sandaconda kapot te maken. Oh, maar oké. Oké, Ryan is sneller met zijn Pokémon. Die gaat nu even Dynamaxen. Kijk hem staan. Hij maakt ook nog even een selfie. Zag je het? Deze gozer, jongen. Oké, wat is dit voor Empire State Building? Dit is gewoon een gebouw. Durellodon wordt gewoon een gebouw-Pokémon. Wat? Oké, deze is wel weird, man. Dit is een weird-ass Gigantamax. Let's go! Grimmsnarl! Hoppakee, daar ben je. Pak hem! Megatroll! Oké, nu ben ik heel benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren, jongens. Oh, Sandaconda doet Protect. Nee, doe nou niet zo flauw. Durellodon doet Max Knuckle. Op Surfedge. Hou eens op. Hou eens op. Die had ik niet aanzien komen. Nou, Brick Break, dat gaat Sandaconda niet raken. Want die beschermt zichzelf dus. Wij doen Max Starfall, jongens. Op Durellodon.
Oké, meer dan de helft is weg. Lekker. Het zou op zich wel chill zijn als die sandstorm even weggaat. Want ik denk dat Surfer nu kapot is. Oké, hou 2 AP over. Als het een beetje mee zit, zouden allebei mijn Pokémon dit kunnen overleven. En zouden we hem deze beurt kunnen pakken als deze Max Steel Pike namelijk inderdaad op Grimmsnarl is. Maar die maakt mijn Grimmsnarl kapot. Nee. Mijn Grimmsnarl is gesloopt. Daarmee is mijn Dynamax Pokémon ook weg. En in deze beurt gaat mijn Surfetch'd ook sowieso kapot. Oh, Sandaconda is gewoon sneller dan mijn Surfetch'd. Oké. Twee Pokémon achter elkaar neer. Raihan, wil je alsjeblieft even normaal doen nu? Dankjewel. Ik ga in ieder geval Colossal inzetten. En ik ga Rillaboom inzetten. Dan kan Rillaboom even zich bezig gaan houden met Sandaconda. Colossal, jij mag je richten op die grote Trump Tower. Oké, we krijgen allebei damage nu natuurlijk. Door die Stealth Rock, dat is ook wel heel naar. Kan ook Incinerate doen, dan raak ik ze allebei. Dat is wel lekker. Doen we nog even Drum Beating op Sandaconda. Misschien sloop ik Sandaconda gewoon sowieso met die Drum Beating. Oké, bye bye Sandaconda. Oké, spuug nu even wat zand uit terwijl die down gaat. Ah, dat is er weer een Sandstorm. Hou eens op met die Sandstorm. Vervelende Sandaconda, jongen. Irritante Pokémon, hoor. Rillaboom gaat een leveltje omhoog. Duraludon doet weer Max Knuckle. Die gaat hij sowieso op Colossal doen. Ja, dat dacht ik al. Dan is Colossal ook bijna kapot, jongens. Oké, Incinerate gaat hem nog niet slopen. Maar zijn Dynamax Bird is in ieder geval ook over. Zo, ben je weer terug? Ik denk dat we dat gaan fixen. Tenzij hij een Full Restore doet, denk ik dat we dit gaan fixen. En dan hebben we gewoon de laatste badge in de pocket. Gaat hij down? Duraludon. Oh nee, it's not very effective. Nee, maak ik nog een fout ook? Stone Edge. Oh, dan gaat Colossal ook nog dood. Wat gebeurt er nou? Waarom doe ik dit? Orbeedle, jij dan? Ik had natuurlijk gewoon knock-off moeten gebruiken met Rillaboom. En dan was het wel klaar geweest. Ja, daar gaat hij. Duraludon is down. En Raihan is verslagen. Hoppakee. Oké, maar het was een intense battle, jongens. Je hebt het goed gedaan, Raihan. Gaat hij weer een selfie maken? Ja hoor, hij gaat weer een selfie maken. Wat een gozer, joh. Wat een gast is dit. Oké, hij lacht weer. Net was hij een beetje teleurgesteld. Het was een furieuze battle. Maar ik voel me weer puur en gerefreshed. Hij weet niet meer wat hij moet zeggen. Hij zegt, ja, ik Leon's rivaal, ik heb verloren. Ik was te zelfverzekerd in mezelf en mijn team. Maar ik zal je geven wat je verdient. En dat is namelijk de 8e badge. De Dragon Badge. Hoppakee. En zo is die compleet. Mijn munt, mijn amulet, hoe je het noemen wil. We hebben alle gym badges in de Galar-regio. En nu kunnen we door naar de halve finale en de finale. En daarna Leon challengen. Yeah, nice. Lekker hoor. Hoppakee. En we kunnen nu naar de Champions Cup. Yo, Raihan. Hij heeft vast nog iets vergeten. We krijgen nog iets van een TM99 Breaking Swipe. Ja, die was wel lekker inderdaad, Breaking Swipe. En natuurlijk het uniform van Raihan. Yo, Hoppy is er ook weer, jongens. En Hoppy en Raihan gaan ook even battelen. Hey, succes, Hoppy. Ik zal even kijken naar die Breaking Swipe. Die doet 60 damage. Oh, niemand van mijn team kan hem leren. Dat is lekker. Hey, we hebben alle badges. Yo, Sonja. Die zegt, ja, je hebt Raihan goed verslagen. En daarmee heb je de Gym Challenge gehaald. Gefeliciteerd vanuit de bottom of my heart. Ik zou graag willen dat ik een mensje kon vieren, maar ik moet nog even ergens met je over praten. Dat ligt in Hammerlock. Dat leek op de Darkest Day. Toen zijn er allemaal Pokémon gedynamax en werden ze helemaal gek. En Magnolia geeft er gelijk. We dynamaxen onze Pokémon door het gebruik van energie van de Wishing Stars. Maar we weten nog steeds niet hoe we dynamaxen helemaal moeten controleren. En we weten ook nog niet wie die twee helden van vroeger waren die het wel konden. Het legendarische zwaard en het schild. Sonja, mijn laboratoriumjas is nu voor jou. What? We hebben gewoon een nieuwe professor. Professor Sonja. Haha, wat vet. Ja, dit is leuk. Dit vind ik super tof. Professor Sonja. De twee helden die de Galar-regio hebben beschermd tijdens de Darkest Day. En de legende van het zwaard en het schild. Die twee moet je eventjes met elkaar gaan verbinden, Sonja. Jij moet de connectie gaan leggen. Jij bent een nieuwe professor. Sonja zegt, ik ga doen wat ik kan. En jij en Hop kunnen degene zijn die Leon gaan verslaan. We moeten nu naar Winden. En daar gaan we weer verder met ons Pokémon-avontuur. Dan kunnen we daar waarschijnlijk kampioen gaan proberen te worden. Maar dat gaan we natuurlijk weer doen in de volgende aflevering van Pokémon Sword and Shield op dit kanaal. Doe maar even lekker abonneren als je dit leuke video's vindt. Join de Rickachu Army. Kom ook even in de Discord. Linkje staat hieronder in de beschrijving. Is gezellig. Duimpjes omhoog. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. En zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Muzzle!